De Vuelta gaat beginnen. En hoe? De ploegentijdrit wordt pas rond 8 uur 's avonds verreden. Toch is het nog altijd bijna 40 graden. Maar de renners doen gewoon een warming-up. Op te warmen, als lichaam zou het eigenlijk niet nodig zijn. Maar heel veel spanning op de spieren zetten. Dus je gaat toch fietsen. Dat is gevolg dat de kerntemperatuur nog gaat stijgen. En dat proberen we te voorkomen. Dat doen we met behulp van speciale vans die wind verplaatsen, maar die ook nog een keer water vernevelen. En dat doen wij met behulp van speciale crewvesten. Opgewarmd en wel gaat de ploeg dan van start voor ruim 16 kilometer door Pamplona. En het gaat erg goed. Come on guys, hard part here, hard part to come. De Rabo-ploeg rijdt dan naar de snelste tussentijd van dat moment en mag in de prachtige arena van Pamplona plaatsnemen op de hot seats. Spannend. Ja, heel spannend. Er komt nog één ploeg aan, Ik ben benieuwd. Maar helaas was die ploeg net wat sneller. Een tweede plaats dus voor Rabo. De tijd was goed, maar enorm afgezien. Ik denk dat je nog steeds een beetje aan mijn stem kunt horen. Ik heb echt bloed, echt een enorme bloedsmaak in mijn mond. Maar de ploeg reed op zich heel goed. Lars vooral, die maakte echt dubbele beurten. En dan zit je bijna de helft van de hele tijd op die hot seat in dat geweldige stadion. Hoe is dat? Ja, dat is heel mooi. Maar ja, als je dan aan het eind wordt gestuurd, dan is dat pijnlijk. Er komen net de ronde missen aan. Zit je helemaal warm te maken. Maar ja, dan is het wel teleurstellend als je dan weg moet. Helaas, het zal voor een andere keer zijn.